Welkom bij een nieuwe aflevering van Test Aankoop. De organisatie die u wil beschermen, die u wil informeren en dit sinds 1957. We willen u graag alles wat kan over een bepaald onderwerp overbrengen, zodat u een gefundeerde beslissing kan maken in uw dagelijkse keuze van producten. En we hebben zoals elke week een aantal experten uitgenodigd die me gaan helpen om het over zeer gevarieerde topics, zoals altijd, kort te hebben. En ons eerste topic zal zijn een nieuwe wet op class actions. Hoe verloopt onze class action nu eigenlijk tegen Apple? Maar we gaan het ook hebben over wat de beste booking sites en de beste hotels zijn, of toch gebaseerd op jullie beoordelingen. Wat is de beste mozzarella? En wat is mozzarella nu eigenlijk? Dat ga ik ook straks vragen aan Gwendoline. En tenslotte komt Els ons vertellen hoeveel euro's per jaar we wel zouden kunnen besparen als we een ton of regenwater, een gevulde ton met regenwater zouden hebben bij ons thuis. Ook iets waar heel veel mensen, denk ik, nog niet mee bezig zijn. Maar ik denk dat het in België wel genoeg regent om daar toch eens over na te denken. Ga zeker een kijkje nemen op de website om premium toegang te krijgen tot premium content. Abonneer je, er is altijd heel veel nuttige nieuwe informatie in de aanbieding. En dan gaan we niet langer wachten. Dan vraag ik onze woordvoerder erbij, Laura Klaes. Hey, dag. Hi. Laura. Welkom. Ja, dank je. Ik vind het leuk dat jij zo af en toe, als het over een leuk topic gaat, dan mag jij komen. De iPhone vindt iedereen altijd tof. Ja, in deze gaat het natuurlijk over een voor Apple toch iets minder tof topic. Klopt. Namelijk een class action tegen Apple. Maar laten we eens starten. Wat is nu juist een class action? Ja, dat is een groepsvordering. Wat dus betekent dat we eigenlijk met heel veel consumenten tegelijkertijd naar de rechtbank trekken tegen een bedrijf. In dit geval dus Apple. Om zo proberen van dat bedrijf een schadevergoeding te krijgen voor dus alle consumenten die hetzelfde probleem hebben met hetzelfde bedrijf. Mm-hmm. Hoe vinden die elkaar in eerste instantie? Ja, dat is eigenlijk via ons. Als consumentenorganisatie krijgen wij heel wat klachten binnen. En als we ontdekken dat er eigenlijk heel vaak dezelfde klachten binnenkomen over hetzelfde bedrijf van heel veel mensen, ja, dan weten we, hier is een groter probleem. Dit is niet een eenmalig iets. Dit is een bedrijf dat systematisch toch dezelfde fout maakt. Wat we dan uiteraard altijd doen, is naar het bedrijf stappen om te vragen, kunnen we dit buiten de rechtbank omregelen? Maar soms lukt dat niet. Dan trekken we naar de rechtbank voor zo'n groepsvordering. Dat is een heel gereglementeerd proces. Dat begint met een ontvankelijkheidsfase. Dat is een fase waarin we gaan discussiëren over, mag het wel in zo'n groepsvordering gedaan worden? Dus dan heb je daar een eerste uitspraak door de rechter. Die gaat zeggen, oké, we gaan het verder onderzoeken. Mm-hmm. Testaankoop mag al die consumenten vertegenwoordigen. En dan, zoals het tot voor kort was, wordt er een beslissing genomen over opt-in of opt-out. Dat betekent, opt-out betekent, iedereen zit eigenlijk automatisch in de procedure, behalve zij, die dan expliciet gaan zeggen, nee, we stappen eruit. We en doen waarom niet zou mee. Je dat dan doen? Ja, bijvoorbeeld omdat je zegt, kijk, ik wil eigenlijk apart iets regelen met het bedrijf. Okay. Ik denk er meer uit te halen, bijvoorbeeld. Dat kan een reden zijn. De andere mogelijkheid is dat de rechter dan zegt, we gaan het via opt-in doen. En dan moet iedereen die meest wil stappen in de procedure zich dan expliciet melden. Maar dat is dus de eerste fase maar van dat proces. Dan gaan we nog eens verplicht onderhandelen, dat staat zo in de wet, dat moet. Dan pas gaan we ten gronde, dus over de inhoud gaan praten. Dan komt er een uitspraak pas over, je hoort het al. En dan kunnen we nog eens in beroep gaan als we willen. Ja, dus, duurt wel eventjes. Het duurt echt heel erg lang. Dit duurt echt jaren vaak. Dat is wel, dat is niet echt heel fijn, omdat je dan tegen consumenten moet zeggen, kijk, we trekken voor jullie naar de rechtbank. We gaan een uitspraak hebben over 8 jaar misschien. Echt? Ja, want zo lang duurt het wel vaak. Maar daarover gaan we het zo dadelijk hebben, want daar is nu net een nieuwe wet rond gestemd. Ja. Dat niet eindeloos mag worden uitgetrokken. Maar het bevestigt voor mij wel het nut van testaankoop ook op het vlak van geef vooral aan als er met een product iets mis is. Want nu gaat het over een iPhone van Apple, maar kan het dan even goed gaan over een bepaald defect, een soort structureel defect bij een bepaald type van een auto of van een stofzuiger, waarbij je denkt... Het kan over van alles gaan. We hebben al class actions gestart tegen bijvoorbeeld Ryanair, omdat ze mensen niet uitbetaalden wanneer hun vlucht geannuleerd was. Ja. We zijn er in totaal al 9 gestart. Ja. Dus, waarvan een aantal succesvol? Waarvan een aantal toch geleid hebben tot, minnelijk dan wel, dus uiteindelijk niet voor de rechtbank, niet voor een uitspraak, maar waarbij we toch een aantal bedrijven hebben kunnen dwingen tot toch die uitbetaling. Dus als bedrijf
ben je toch wel best op je hoede voor... Ja, zeker. Ja, je wil ook zelf niet jaren voor de rechtbank zitten, natuurlijk. En we hebben er dus nu eentje lopen tegen Apple. Wat is daar juist mis? Ja, iedereen die een iPhone 6 had in de tijd, die heeft op een bepaald ogenblik een update gekregen. Mm-hmm. Die ervoor zorgde dat de iPhone 6 eigenlijk trager ging werken. Waardoor je iets sneller een nieuwe iPhone al wou. En ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus wat wij gedaan hebben is, we hebben gevraagd, kunnen we hier iets regelen? Gewoon los van de rechtbank. Dat is niet gelukt. Dus we zitten nu voor de rechtbank. Maar ook dat is eigenlijk het perfecte voorbeeld over hoe lang het kan duren. We zijn naar de rechtbank getrokken in 2020. We zijn nu 2024. Mm-hmm. We hebben nog altijd geen uitspraak over de ontvankelijkheid. Dus we zijn zelfs eigenlijk wat stap 1 was. Dus we zijn zelfs nog niet eigenlijk bezig over wat is er fout gelopen. Ja. Om maar te zeggen hoe lang zoiets kan duren. En dat is eigenlijk echt wel een probleem. Want ja, ik bedoel, we hebben het over de iPhone 6. Hè. Ondertussen heb je de iPhone 15. Ja. Maar wij zijn nog altijd bezig over mensen die een iPhone 6 hadden. Ja. Stel nu dat iemand die nu kijkt denkt... Potverdorie, dat heb ik toen ook meegemaakt. Ja. Kan iemand zich nog aansluiten? Ja, tuurlijk, want we zitten dus nog maar in stap 1. Ja. En er is eigenlijk zelfs nog niet eens een uitspraak over op welke manier kunnen consumenten zich melden. Dus je kan je uiteraard nog altijd inschrijven. Je kan je nu op onze website ook al inschrijven om gewoon op de hoogte gehouden te worden. Okay. Stel dat er dan een uitspraak komt die zegt, we gaan die doen via opt-in. Dus alle consumenten die mee willen, die moeten zich... expliciet inschrijven, dan gaan ze daarvan op de hoogte gebracht worden en dan kunnen ze meteen meegeleid worden naar waar ze dat expliciet kunnen doen. Vanaf dan ben je lid van die procedure. Maar wat voor bewijslast leg je dan bij de consumenten die zich verenigen? Ja, dat gaan wij dus voor hen doen. Wij zullen dan moeten bewijzen... Oké, dat is niet nodig dat iedereen individueel moet aantonen. Nee, zij moeten natuurlijk wel aantonen dat zij een iPhone 6 hebben gekocht. Dan. Ja, dus dat is voldoende. Ja, maar dat is voldoende. Vanaf dan nemen wij het over en gaan wij in de rechtbank aantonen dat er effectief een probleem is en dat Apple daarvoor verantwoordelijk is. Mm-hmm. We hadden het al over die nieuwe wet. Die heeft dus nu gezorgd, die is gestemd in het parlement, dat het zou moeten sneller gaan. Ja. Wat hebben ze dan juist beslist? Er zijn een aantal aanpassingen gebeurd aan die hele procedure. Mm-hmm. Bijvoorbeeld die ontvankelijkheidsfase, die stap 1. Bijvoorbeeld die gaat nu sneller kunnen gebeuren, omdat je kan vragen dat die gebeurt in gewoon een zeer korte procedure. Zoals nu bij Apple, dat duurt al 4 jaar. Ja. Je zou kunnen zeggen, we gaan eigenlijk vragen dat we dat veel korter moeten doen en dat we dus niet eindeloos gaan discussiëren over zaken die er eigenlijk zelfs nog niet echt toe doen. In dat opzicht is het ook heel belangrijk dat er nu geen discussies meer gaan zijn over is dit een opt-out, waarbij je dus expliciet moet zeggen ik doe niet mee, of een opt-in, waarbij je expliciet moet zeggen ik doe wel mee. Vanaf nu is het altijd een opt-in en moeten consumenten zich ook pas helemaal op het eind van de procedure, dus als er een uitspraak is, pas dan moeten zij zich komen melden. Wat maakt dat je dus eigenlijk al een heel deel van de discussie die nu dus in het begin worden gevoerd, niet meer moet voeren. En dat je ook al niet moet beginnen aan het begin van de procedure, vragen aan consumenten, wil je meedoen, stap er dan in. Maar we weten nog niet wat het gaat opleveren. Maar doe toch mee. Nu kan je zeggen op het eind, jongens, we hebben een veroordeling. Als jij je nu inschrijft, krijg je een schadevergoeding van zoveel euro. Wow. Wat natuurlijk een pak beter is, die hele procedure. En dan zijn er nog kleine aanpassingen die er eigenlijk voor zorgen dat we het hele... proces sneller kunnen doen gaan. En dat zal er dan toch voor zorgen dat we dat zo'n groepsvordering gewoon veel efficiënter kan verlopen. Dat zal er dus ook voor zorgen dat bedrijven, dat we sneller geneigd zullen zijn om naar de rechtbank te trekken. En dat bedrijven dus minder snel straffeloos zullen blijven, omdat ze zeggen, zo'n rechtszaak die duurt 8 jaar. Tegen dan doet toch niemand meer mee. We zien wel. Hè. Ja. En dat zorgt ervoor dat bedrijven die zo van die praktijken stellen, eigenlijk daar niet voor gestraft worden. Maar ook die fase waar ze eventueel nog vraag tot onderhandeling krijgen, moeten ze daar dan ook niet een beetje sneller... Ja, ook dat, want het is eigenlijk een beetje vervelend. Het is goed dat er een verplichte periode is waarin er nog moet onderhandeld worden. Mm-hmm. Maar vroeger was dat dan verplicht 3 tot 6 maanden ongeveer, dat legde de rechter dan op. En binnen die periode moest je proberen onderhandelen. Ook als dat niet lukte, dan moest je blijven proberen die 6 maanden lang
Nu zegt men, ja, als geen van beiden dat wil, of als het bedrijf zelf we zegt, dan gaan we meteen door naar de rechtbank. Ja. En daar winnen we dan ook alweer maanden bij. En al die kleine beetjes zullen er dus hopelijk voor zorgen dat we geen 8 jaar meer bezig zijn met van die procedures, maar dat we dat veel sneller kunnen doen. Dat we dus ook veel sneller tegen consumenten kunnen zeggen, kijk, jij bent bedrogen geweest, maar we hebben een oplossing. En als je je nu inschrijft, dan krijg je zoveel euro schadevergoeding. Wauw, heel goed. Oké, dankjewel, Laura, om ons een beetje te komen vertellen. Merci. Voilà. Goed, tot nog eens. Ja, ik hoop het. En zoals beloofd gaan we het ook eens hebben over de beste bookingsites en de beste hotels. Ik kan wel raden wie daar eventueel in de top 5 staat of toch welke ik vaak gebruik, maar ik ben heel benieuwd of dat overeenkomt met het onderzoek. Sebastian Stevering gaat ons daar iets meer over vertellen. Hallo. Dag Sebastian. Aangenaam. Heel aangenaam. Wat doe jij binnen Testaankoop? Ik ben statistisch onderzoeker binnen Testaankoop en we werken daarbij samen met onze partnerorganisaties van Euroconsumers. All right. Dus jullie doen regelmatig enquêtes, onderzoek naar... Naar van alles. Van alles, oké. Okay. Niet alleen hotels. Het kan gaan over toestellen, het kan gaan over energieleveranciers, het kan gaan over de tevredenheid met uw bank, maar hier dus specifiek over reizen en diensten. Ja, dat is inderdaad core business en u bent een beetje overal over de departementen heen bezig met de onderzoeken. Hoe hebben jullie dat onderzoek nu juist uitgevoerd om te beginnen? Dus we hebben een enquête gevoerd, zoals we dat altijd doen, in samenwerking met andere consumentenorganisaties doorheen Europa, naar de tevredenheid en de ervaringen van de reizigers. Ah, in heel Europa? Over verschillende landen in Europa heen, ja. En dat ging dus zowel over hun reisgewoonten als over de diensten waarvan ze gebruik hebben gemaakt tijdens hun vakantie. En we hebben die vragenlijsten per post en online verstuurd en we hebben zo'n 7000 antwoorden ontvangen in totaal. Dat is nu, toch al wel... Hè? Dat is al interessant, mooi. Daar kunnen we al mee werken. Ja. En over die ervaring kunnen we al een aantal interessante dingen delen over de reisgewoonten van de Belgische reizigers. Okay. 34% geeft minder dan 2000 euro uit, 35% geeft tussen de 2000 en de 5000 euro uit en 31% geeft meer dan 5000 euro uit aan hun vakanties voor het hele gezin, wel te verstaan. Dan over de belangrijkste redenen waarom op reis te gaan. Dat is voor de Belgen de immersie in de natuur, de culturele geschiedenis en de gastronomie. Natuurlijk, gastronomie voor België is een belangrijk aspect. En het valt daarbij ook nog eens op in die rangschikking dat de Belgen meer waarde hechten aan fietsen dan de andere landen. Dus meer Belgen gaan op reis specifiek om te gaan fietsen in vergelijking met de andere landen. Ook nog eens iets typisch Belgisch. Op vlak van citytrips is het dan ook nog eens interessant te melden dat de Belgen een andere rangschikking hebben op vlak van de steden waar ze het liefst op vakantie gaan in vergelijking met de internationale rangschikking. Okay. Dus de internationale rangschikking die bestaat met een top uit Granada, Luxemburg, Palma de Mallorca, Bilbao, Bordeaux en Dublin. Terwijl dat onze Belgische rangschikking die bestaat uit Berlijn, Madrid, Barcelona en Rome. Ja. En het zal misschien ook ergens logisch aanvoelen voor Luxemburg de Belgen. Luxemburg vind ik wel opmerkelijk. Dat vind ik ook een opvallende... Je rijdt daar toch door, maar om nu actief naartoe te gaan. Ja, meer dan een dag zou ik dat nu ook niet aanraden. Ja. Nee, voor de rest zou ik direct met u ergens een vliegtuig opstappen naar al die andere bestemmingen, dus daar ben ik helemaal mee. Nu, waarop zijn dan die bookingsites en in tweede instantie die hotels nu juist beoordeeld? Is dat bijvoorbeeld enkel op prijs? Want dat lijkt dan zo de eerste reflex van mensen. Ja, maar we zijn breder gegaan. Ja, we zijn echt, dus we hebben twee hoofdstukken gewijd aan de bookingwebsites enerzijds en de hotelketens anderzijds. Mm-hmm. Bij ieder van deze werd gevraagd op een aantal aspecten hoe tevreden ze waren en natuurlijk welke diensten ze gebruik hebben gemaakt. Welke diensten bedoel je dan bijvoorbeeld? Dus bijvoorbeeld, ja, bij de bookingswebsites heb je geboekt direct bij de accommodatie of via een bookingswebsite. Ja. Bij de hotelketens is het natuurlijk ook belangrijk om te merken dat het wel degelijk een hotelketen is en niet een hotel dat individueel is. Dus om echt sites en hotels te kunnen beoordelen. En dan is bij de bookingswebsites natuurlijk ook nog eens duidelijk gemaakt dat het moest gaan om de website en niet om de accommodatie.
dat ze dus wel degelijk de website aan het beoordelen waren. Bij de hotels inderdaad kan ik me inbeelden dat één prachtig hotelletje in Madrid gaat die lijst natuurlijk niet halen, want het is te kleinschalig. Dus we hebben hier de facto te maken met een ranking van ketens. Grotere hotelketens. Dat is natuurlijk deel van het verhaal. Elk hotel kan niet worden beoordeeld. En dus bij de boekingswebsite zijn we gaan kijken naar het aanbod, het gebruiksgemak, de informatie aanwezig op de website, de voorwaarden om te boeken, de prijskwaliteit en de betaalfuncties. En bij de hotelketens zijn we gaan kijken naar de ervaringen van de consumenten over de hotelkamer, logisch gezien de netheid ervan, het personeel, het ontbijt, de bar en de prijskwaliteit. En op basis van al deze aspecten samen hebben we aan de respondenten gevraagd om een algemeen tevredenheidscijfer voor deze website of de hotelketen te formuleren. Oké, en dan is natuurlijk wel de vraag, wie zijn daar een beetje de grote winnaars? Exact. En daar hebben we een grafiek voor. Ja. Dus bij de boekingswebsite zien we dat de top 5 bestaat uit Booking, Skyscanner, Rumbo, TripAdvisor en Trivago. Wanneer we dan specifiek gaan kijken naar waarom doen die het net goed, bij Booking zien we dat die voornamelijk sterk scoort op het gebruiksgemak, belangrijk, het aanbod en de betaalfuncties. Bij de betaalfuncties weten we natuurlijk dat het belangrijk voor consumenten is wanneer dat ze iets boeken via het internet, dat ze dat dan ook pas hoeven te betalen wanneer dat ze aankomen op de accommodatie. Geeft een veiliger gevoel. Dat geeft een veiliger gevoel en dat is dan bij die websites vaker mogelijk dan bij anderen. En dan hebben we natuurlijk ook de zwakkeren. Dus wie heeft er zwakker gescoord? Daar zien we Expedia, Kayak, Last Minute en eDreams. En de aspecten die hen juist de nek omdoen, dat is te gebrekkige informatie op de website, te strenge voorwaarden om te boeken en een lagere prijskwaliteit volgens de respondenten. Dan op vlak van de hotelketens, daar hebben we ook een grafiek voor voorbereid. Daar zien we enkele gekenden onder de top 5. Zijn de Hilton, Sheraton, Eurostars en Novotel. En de vijfde plek die wordt gedeeld door een resum aan verschillende hotelketens. Hilton en Sheraton die scoren op zich op elk vlak wel zeer goed. Maar dan vooral op de kwaliteit en de netheid van de kamers hebben zij een hele hoge score. Eurostars die moet het dan eerder hebben van de vriendelijkheid en de behulpzaamheid van het personeel. Belangrijk. Heel belangrijk, natuurlijk. Ja. Omgekeerd, aan de lagere kant van het verhaal, daar zien we Best Western, Ibis Hotels en Holiday Inn. Op zich weinig verbazend. Het zijn echte prijskrakers en die zijn juist op zoek naar de laagste prijzen en gaan daar natuurlijk ook een lagere kwaliteit voor kunnen aanbieden. En het is dus interessant om te merken dat die lagere prijzen de andere aspecten niet overtreffen om dan een goede algemene tevredenheidsscore teweeg te brengen. Maar desalniettemin zijn die het laagste scoren bijvoorbeeld bij de hotels wel nog steeds hotelketens die zeer veel gebruikt worden? Of merken die dat ook wel in hun bezetting? Nee, het gaat dus werkelijk om tevredenheid. Ja. En natuurlijk moeten we rekening mee houden dat de correlatie met effectieve boekingen. Die hotels wel degelijk veel bezocht worden. Mm. Ik denk ook dat we rekening mee moeten houden dat de verwachtingen van de consument bij een Ibis hotel anders zal zijn dan bij een Sheraton hotel. Ja, absoluut. Ja, die hebben uiteraard ook veel met elkaar te maken. Sebastian, mag ik jou bedanken voor dit boeiend onderzoek? U ook, bedankt. En hopelijk tot een volgende keer. Met veel plezier. Dank u wel. Dag. En het volgende onderwerp vind ik alvast een heel lekker onderwerp, want we gaan het hebben over mozzarella met Gwendoline Maartens. Gwendoline, lust jij graag mozzarella? Enorm. Ja. Ik ga eerst even de microfoon aan. Ze hebben u geleerd hoe dat je dat moest doen. Ja. Het is hier ook altijd een lesje in techniek, want we doen gewoon in één ruk door. Fantastisch. Ik hoop dat hij niet omvalt. Nee. Ja, die moet ook terug aangeschroefd worden. Het is nog niet perfect. Gwendoline, binnen testaankoop ben jij verantwoordelijk voor... ben je eigenlijk een technisch expert voor alles wat met voeding te maken heeft. Klopt dat? Ja, ik lever dus de technische informatie aan waarop dat dan de voedingsgerelateerde publicaties online en offline in het magazine
worden gevormd. Oké, okay, ja. Dus jullie hebben een onderzoek gedaan naar mozzarella. Ja. Eerst en vooral, misschien een kleine binnenkopper, maar toch niet onbelangrijk. Wat is mozzarella? Ja, mozzarella is een kaas, mm-hmm. dus er wordt vertrokken van melk. Hè. De mozzarella's die je vindt in de supermarkt, dan gaat er vaak vertrokken worden van gepasteuriseerde melk, omdat daar een langere mm-hmm. houdbaarheidstermijn moet voor gegarandeerd worden. Dus aan die melk wordt er een stremsel toegevoegd en dan gaat die melk zo wat gaan coaguleren. En voor mozzarella is dat heel specifiek dat dat, dus dat coagulaat of gaat dan wat opgewarmd worden, waar dat er dan een soort van filata, een wrongel wordt gevormd die draadig is van structuur door die opwarming. En van die wrongel gaat er dan in feite stukjes afgesneden worden. En dat afsnijden of afdraaien noemen ze mozzare. En vandaar komt de naam mozzarella. Ja. Nice. Yep. Okay, dat wist ik niet. Nu, je zei het zelf al, gepasteuriseerde melk. Ja. Maar in principe, de one and only mozzarella is op basis van buffelmelk. Ja, zo is het eigenlijk oorspronkelijk ontstaan in Italië. Ja, de oorspronkelijke mozzarella komt uit Italië, mm-hmm. van de regio ergens zo in het zuiden gelegen. Bij Napels. Rond Napels, ja. Dus die regio die noemt Campana. Vandaar is het afkomstig. Maar op dit moment wordt natuurlijk mozzarella geproduceerd, zowel ook in België als in Duitsland. En niet enkel nog van buffelmelk, maar ook van koemelk. Ja. Dus ja, je hebt de oorspronkelijke en dan heb je dus de andere versies koemelk. En je hebt ook de light versies en je hebt dan ook de bewerkte mozzarella zelf, de geraspte mozzarella. Of voor op je pizza als topping. Die dan of, die makkelijker bewaarbaar is en die niet in pekelvocht zit. Ja, maar het onderzoek dat jullie gedaan hebben, voor alle duidelijkheid, gaat enkel naar die echte mozzarella, koe of buffelmelk. Ja. Niet naar de light producten of andere derivaten. Nee. Misschien toch wel belangrijk voor de kijkers om te weten is, dat je vertelde het daar straks voor de uitzending, ik weet niet in welk jaar, maar op een bepaald moment zijn ze wel beginnen kwaliteitslabel plakken op de dus one and only. Je hebt, er bestaat de DOP, dus mijn Italiaans is niet zo goed, maar dat is de Denominazione d'Origine Protetta. In het Nederlands beschermde oorsprongsbenaming. Die bestaat of die is in een wetgeving gegoten in het jaar 93 was dat. En daar is er bepaald, dat gaat dan over die buffel mozzarella, van waar dat de melk, de buffelmelk, moet afkomstig zijn, maar niet enkel van waar dat de melk afkomstig is, maar ook de receptuur. En dan staan daar ook bepaalde waarden in voor vochtgehalte en voor het vetgehalte die in die kaas moet aanwezig zijn. Dus als er op de verpakking mozzarella di bufala campana staat... DOP. DOP. Ja. Dan weet je... Ja, die is van daar afkomstig en die moet voldoen aan die wetgeving. Ja, een beetje een soort van, ik weet niet, patent of zoals champagne alleen maar uit de regio. Een keurmerk. Champagne. Een keurmerk, een kwaliteitsmerk. Ja, absoluut. Ja. Is dan een domme vraag, wat is de beste mozzarella? Kan je daarop antwoorden? Ik vind dat absoluut geen domme vraag, want anders zouden wij dat niet getest hebben. Ja. Dus wat hebben wij gedaan? Wij zijn naar de supermarkt gegaan en we hebben gekeken van wat ligt er hier. Hè? En dan hebben wij dus aan de hand van die marktstudie een selectie gemaakt van... ik denk dat er 9 buffelmozzarella's waren en 16 koemelkmozzarella's. Dat we dan gaan kijken zijn van... Wat is de kwaliteit? Dus, en om die kwaliteit te gaan bepalen, zijn we dus gaan kijken eerst naar de etikettering. Staat alles erop wat dat er volgens de wetgeving op moet staan? En dan zijn we gaan kijken naar de microbiologie. Dus dat bepaalt dan de versheid. Dus we zijn gaan kijken naar de versheid, nog op einde houdbaarheid. Maar niet enkel de versheid, maar ook naar de hygiëne. Is er hygiënisch gewerkt geweest tijdens de productie? Dan gaan we kijken naar, zijn er ook ziektebacteriën, ziekteverwekkers op aanwezig? En dan hebben we ook gekeken naar de authenticiteit. Dus zeker belangrijk voor buffelmelkmozzarella. Van... Is die buffelmelk mozzarella wel gemaakt van buffelmelk? Of hebben ze daar niet stiekem ook nog wat koemelk aan toegevoegd? Want ja, er zijn nu eenmaal veel meer koeien dan buffels.
Dus het zou wel een manier zijn om te gaan frauderen. Maar dan ook voor de koemelkmozzarella zijn we gaan kijken of dat er geen melkpoeder werd toegevoegd om die kaas te gaan dat maken. Dat kan je allemaal testen? Ja, dus dit kunnen we allemaal testen aan de hand van bepaalde parameters dat we dan kunnen gaan meten. En uiteraard de smaak, veronderstel ik. Ja, en dan uiteindelijk zijn al die kazen getest geweest door een elftal Italiaanse kaasexperten. Ik wou net zeggen, als je nog eens zo iemand nodig hebt in het panel, bel me maar je moet dus een Italiaan zijn. Ja, dus ook wel moeten een opleiding krijgen om te mogen deelnemen aan de, aan de degustatie. Ja. Ik bestel soms een burrata op restaurant en dan krijg je dat met tomaatjes vaak. Maar dan vraag ik me soms af, is dat nu een synoniem voor mozzarella of is dat nog iets anders? Dat is niet compleet iets anders, maar dat is wel iets anders. Dus een burrata is in feite een mozzarella, waar dat er van binnen room, een mengeling van room en mozzarella in zit. Dus je hebt ook die buitenste stevige schil. Ja. En dan binnenin is het romiger dan wat dat er normaal gezien in een mozzarella zit. En dat is nog een ander mengsel en dat heet stracciatella. Stracciatella, ja. Ja. Stracciatella kan je ook apart kopen, denk ik. Dat is ook nog vloeibaarder. Dat is vloeibaarder, dat is bijna smeerbaar. Dus dat is eigenlijk een mengeling van room en mozzarella. En, ja, zeer romig. Okay. Ja. Alright. Ja. Niet te verwarren met het ijs stracciatella natuurlijk, want dat bestaat ook. Nee. Oké, we gaan nu niet zeggen van dat of dat is de beste mozzarella die te koop is in die supermarkt, maar heb je daar toch nog een soort lijn in gevonden? Vind je dat mozzarella op basis van koemelk even lekker kan zijn of is er toch nog een verschil? Ik vind dat er absoluut een verschil is. Zeker in smaak. Een buffelmelk, mozzarella, daar is er zo een typische musk, een muskaroma in aanwezig. Mm-hmm. En dat wordt dan gedefinieerd als iets tussen een dierlijk en plantaardig aroma die daar moet in zitten. En de aroma's zijn toch ook veel intenser. Dus algemeen gaan wij aanraden voor een slaatje, neem een goede buffel mozzarella. Ja. En dan voor een warme bereiding, neem dan die koemelk mozzarella, de fior di latte, zoals ze zeggen in Italië. Omdat die toch goedkoper is en dat je dat bij een warme bereiding niet zozeer nog gaat smaken. Ja. Maar er zijn zeer grote verschillen gemerkt tussen de excellente, die we ook teruggevonden hebben in de supermarkt. En dan zijn er toch wel een paar bij die niet zo goed scoorden. Mm-hmm. Ja. Maar het staat allemaal duidelijk op de website. Absoluut. Ik heb het ook al ontdekt met foto en al. Je kan het niet missen. Ja. Misschien nog een allerlaatste vraagje. Nee, ik ben ze kwijt. Ik wou nog iets over vragen, maar ik weet het niet meer. Dus dan ga ik het zo laten. Ik ga mijn e-mailadres geven, je kunt mij nog doorsturen. Dat wou ik ook zeggen. Ja, laat mij maar stiekem weten wat ik eigenlijk moet komen. Nee. Okay. Mag ik je bedanken? Dank je wel. En nog heel veel succes met de volgende keer. Onderzoeken. Nee, zeker. Bye. Dank je wel. Ik had nog een vraag en als ze terugkomt ga ik ze toch nog stellen. Maar ze is kwijt. In elk geval, we gaan verder. En ons volgend onderwerp is weer iets totaal anders. En het gaat over regenwater. En dat wil ik bespreken met Els van Krombrugge. Dag Els, welkom back. Hallo. Lust jij graag mozzarella, Els? Oh ja, heel graag. Wie niet? Klopt, wie niet. Eerst en vooral, ik zei het al in de intro, het regent voldoende in België, zodat het toch de moeite loont om eens te gaan researchen rond het opvangen van regenwater. Eerst en vooral, waarom zouden we dat herbruiken? Inderdaad, het heeft de laatste tijd meer dan voldoende geregend, denk ik. Maar na zo'n periode van regen hebben we de laatste jaren ook heel veel keren periodes gehad van lange droogte. En dan beginnen de mensen een beetje te panikeren en ze gaan hun gazon gaan beginnen besproeien. Ze gebruiken daarvoor heel gemakkelijk leidingwater. En leidingwater, het is spijtig genoeg iets waar we toch wel mee moeten duurzaam over nadenken hoe dat we ermee omspringen. Want uiteindelijk, leidingwater is ook niet zo goedkoop. Het kost toch €5 per kuub. Een kuub is 1000 liter.
Dus uiteindelijk, ja, het regen komt gewoon gratis uit de lucht gevallen. Dus het zou eigenlijk een beetje gek zijn om dat niet te gebruiken, om dan bijvoorbeeld die gazon te gaan sproeien. Maar daarnaast, ja, regenwater is ook zacht. Dus daar zit helemaal geen kalk in. Dus we weten ook allemaal, hè, wie regelmatig zijn toestellen thuis poetst, de badkamer poetst, die heeft wel heel veel last van kalkaanslag. Mm-hmm. Dus alle toestellen die aangesloten zijn eigenlijk op regenwater, die hebben er helemaal geen last van. En dus ook in de wasmachine zou je dus ook helemaal geen wasverzachter nodig hebben. Dus ook weer, ja, onrechtstreeks toch wel een uitsparing natuurlijk. Mm-hmm. Ja, we hebben een grafiekje daarover. Nu in beeld, als het goed is, je hebt er al een aantal toepassingen genoemd. Mm-hmm. Zoals inderdaad de tuin. Het is eigenlijk absurd dat wij daar leidingwater voor gebruiken. Ja. Maar er zijn nog een aantal dingen zoals wc. Dat lijkt me dan ook heel logisch. Ja, inderdaad. Dus als we kijken naar de verdeling, de wc bijvoorbeeld, die neemt bijvoorbeeld al 30% van ons waterverbruik in. Ook wassen, de wasmachine is 15%. En de tuin en poetsen, dat is ook een mogelijkheid. Die hebben beide 5% uiteindelijk. Dus samen is dat meer dan 50% van ons waterverbruik dat eigenlijk perfect met regenwater kan gebeuren. Als je dan weet dat een persoon per dag ongeveer 100 liter water verbruikt, dan kan je eigenlijk 50 liter eigenlijk gewoon met regenwater doen. Op jaarbasis betekent dat dus 18 kuub per persoon aan die 5 euro. Dat is 90 euro per persoon per jaar die je kan uitsparen. Ja, en nu gaat dat regenwater eigenlijk gewoon terug de grond in. Tenzij we het opvangen natuurlijk. Dus ja, de riolering op dit moment bij de meeste mensen. We zijn het kwijt. Ja. Uit welke onderdelen bestaat dan zo'n regenwaterrecuperatiesysteem? Ja, dus normaal gezien komt hier ook een mooie tekening van zichtbaar. Dus ja, uiteraard, we hebben een dak nodig voor dat water op te vangen. Elke woning heeft zijn dak. En dan sturen we dat water dus naar die regenwaterput. Maar voordat we het in de put laten komen, moeten we best eerst wel een filter voorzien. Want ja, op ons dak komt wel regelmatig wel eens stof te liggen. Er komen takjes op liggen, blaadjes. Dat spoelt allemaal mee. Mm-hmm. Dus er komt eerst een filter eigenlijk, die dus al die grove zaken opvangt, zodat die niet in onze regenwaterput terechtkomen. Vervolgens hebben we ook nog een leiding daarin zitten, een aanvoerleiding, om het water uiteindelijk de woning binnen te krijgen. Die wordt dan opgepompt met een pomp. Ook in de woning kunnen we bijkomen nog eens filters voorzien, want ook dat water dat passeert wel langs die filter, maar er komen nog altijd wel fijne zaken nog mee door. Dus daar kunnen we nog een extra filter plaatsen, een fijn filter noemt dat, of een actieve koolfilter kan je ook plaatsen. Die dient eigenlijk voor de eerste geurtjes zo wel wat weg te krijgen. Wat moeten we nog voorzien? Ja, die aanvoerleiding kan je best ook een vlotter voorzien. Die zorgt ervoor dat die aanvoerleiding altijd van boven in de put blijft te hangen eigenlijk. Want dus zoals ik zei, er komt toch altijd nog wel wat vuil mee. Dat verzinkt in die put, dat komt van onder in de put te liggen. Dus daar kunnen we best ons water niet beginnen oppompen. We kunnen best eigenlijk in de bovenste regionen van de put het water oppompen om toch zo'n proper mogelijk water te hebben. En als laatste moeten we dan uiteraard nog een overloop voorzien, want zoals het deze winter dan zoveel geregend heeft, de put geraakt vol. Het water moet uiteindelijk nog wel wegraken. Nu, in het geval dat, zoals we zelfs ook gaan zien, in sommige gevallen is het verplicht om een regenwaterput te plaatsen, moet je ook daar nog tussen een infiltratievoorziening plaatsen voor je het water naar de riolering stuurt. Zo'n infiltratievoorziening die dient om, zoals de wet het ook voorziet, het regenwater zoveel mogelijk op je eigen perceel te behouden. Dus dat betekent dat je dan eventueel een tweede put voorziet die er min of meer hetzelfde uitziet als een regenwaterput, maar waar dan allemaal gaatjes in zitten, zodat je het water in de bodem kan infiltreren. Dat kan eventueel ook een kunststoffen krattensysteem zijn. En wat ik persoonlijk zelf wel het mooiste vind, is dat om het te integreren in je tuin door middel van een wadi. Dus dat is eigenlijk een open systeem, eigenlijk een grote oppervlak van water eigenlijk die langzaam in de bodem infiltreert. Mm-hmm. Stel dat je niet zo'n volledig regenwaterrecuperatiesysteem kan installeren in heel je huis, maar dan lijkt me nog altijd om enkel en alleen voor je tuin iets te voorzien, kan je ook met een vat werken, hè? Ja, zeker een vat. En daar dan... Dus kan je perfect ook op je terras een vat zetten als je niet voldoende ruimte hebt. Ja, klopt. Ja. Is het eigenlijk verplicht? Dus dit is verplicht wanneer je een nieuwbouwwoning zet. Okay. Dus die moeten sowieso aan die hele wetgeving voldoen van de regenwaterput en infiltratie. Dat is ook bepaald in de gewestelijke hemelwaterverordening, die eind vorig jaar trouwens ook nog eens verstrengd is geweest. En in andere gevallen is het niet verplicht. Maar stel dat je toch wel grote werken gaat doen, je gaat die tuin een beetje aanpassen,
graaf dan eventueel ook die put in. Ga je binnen in huis werken, gaat je wc misschien eens vernieuwen, de wasplaats misschien eens wat aanpassen. Voorzie al die leidingen al, zodanig dat het toch gemakkelijk is om op termijn eventueel toch die aansluiting te maken. Ja, hoe kan je nu inschatten of weten hoe groot je dat systeem of die put eigenlijk moet maken? Zijn daar berekeningen voor? Ja, dus daar heb je weer die hemelwaterverordening voor de mensen die het verplicht moeten plaatsen. Die bepaalt dus van dat oppervlakte tot 80 vierkante meter dat je minstens toch wel een put van 5000 liter moet voorzien. Heb je een dak tussen 80 en 120 vierkante meter, dan moet die put 7500 liter zijn. Tussen 120 en 200 vierkante meter is het 10.000 liter. Dat zijn de minimum hoeveelheden die je moet voorzien. Maar dus je mag altijd groter gaan. Zeker als je weet van ik wil ook mijn tuin besproeien, dan ga je daar echt niet mee toekomen. Dus dan kan je best wel zo'n groot mogelijke put voorzien. Dus en als je dan niet verplicht bent om een regenwaterput te plaatsen, dan kan je ofwel die verordening volgen voor jezelf, ofwel kan je eens op internet gaan kijken op de website groenblauwpeil.be. Mm. En pijl is met korte ei geschreven. Mm. En daar kan je eigenlijk een simulatie maken. Dus je geeft gewoon je adres in. Die ziet dan direct hoe groot je oppervlakte van je dak is. Die website is alleen gemaakt voor woningen met een adres in Vlaanderen. Maar als je een woning bijvoorbeeld in Wallonië hebt en je wilt die berekening ook maken, je kan ook perfect handmatig eigenlijk de oppervlakte van je dak ingeven. Je geeft aan met hoeveel personen je in die woning woont. En je geeft ook aan voor welke toepassingen je het regenwater allemaal wilt gebruiken. En hij rekent dan voor jou automatisch uit wat de ideale maat is van jouw regenwaterput. En zelfs hoeveel geld je ineens bespaart met het plaatsen van die put. Ideaal. En wat is dan de beste? Kan je dat zo stellen? Op wat moet je letten? Het is vooral de pompen waar je eigenlijk de keuze moet in maken. Want je kunt een pomp plaatsen zowel in de put als in je woning. Nu, zo'n pomp, op het moment dat die in werking treedt, die produceert een klein beetje geluid. En sommige mensen zijn er een beetje gevoeliger aan dan andere mensen. Dus als je die pomp niet ergens ver weg in de woning op een iets of wat geluidsdichte plaats kan plaatsen, is het misschien wel interessant om een pomp te kiezen die in de put kan geplaatst worden. Nu, langs de andere kant, een pomp in huis is natuurlijk gemakkelijk te onderhouden, te controleren. En dan daarnaast kan je ook nog kiezen om bij die pomp een buffervatje te voorzien. Zo'n buffervatje is een vatje van 10, 20 liter. En die zorgt ervoor, als je maar een kleine hoeveelheid water moet gebruiken van het regenwater, dat je dat gewoon uit dat vatje neemt. En dan hoeft de pomp zelfs niet aan te springen. Pas als het vatje leeg is of je hebt een grotere hoeveelheid nodig, gaat de pomp dus terug dat vatje bij aanvullen. En daarnaast bestaat er ook nog een pomp die eigenlijk de automatische switch maakt naar leidingwater in het geval dat je regenwaterput komt leeg te staan. Want de meeste mensen, van het moment dat die leeg komt te staan, die vullen die bij met de tuinslang. Die pomp neemt eigenlijk dan voor jou over, die ziet van de put is leeg, ik neem nu leidingwater tot het terug geregend heeft en ik terug eigenlijk de put kan binnenpompen. Ja, we hadden het al even over wat als ik niet voldoende ruimte heb, maar dan specifiek, stel ik heb een rijwoning bijvoorbeeld zonder voortuin of ik heb enkel een terras, zijn er dan ook opties om niet te moeten ingraven? Ja, zeker en vast. Dus als je een rijwoning hebt, kan je eventueel wel die put over de woning laten tillen met een grote kraan, maar het prijskaartje is natuurlijk ook wel navenant. Maar als je ondertussen al werken aan het doen bent in die rijwoning en je bent bijvoorbeeld in een fase waar er een aantal muren misschien opengebroken zijn, de achtergevel is opengebroken om een grote glaspartij te zetten, is het misschien de ideale moment om dan eigenlijk een kunststofput door de woning gewoon met mankracht eigenlijk naar achteren te brengen. En dan zet je gewoon meerdere van die kunststofputten naast elkaar en je kan die met elkaar verbinden en dan heb je misschien ook één groot volume. Als dat ook niet mogelijk is, dan kan je nog altijd inderdaad overschakelen op een bovengrondse regenton eigenlijk, met een kraantje aan. En dan kan je nog altijd perfect een gieter onder zetten of een emmertje. En dan kan je dus mee poetsen en de plantjes water geven. Ja, dus iedereen heeft wel de optie om tot op zekere hoogte, zeker en vast, iets van regenwater te gaan bijhouden. Zijn daar premies voor? Ja, ze zijn wel niet op Vlaams niveau. Dus Vlaanderen geeft zelf geen premies. Dus enkel op gemeentelijk niveau. Nee, je moet eens gaan kijken op de website premiezoeker.be. En die premies zijn er ook wel enkel voor mensen die vrijwillig een regenwatersysteem plaatsen. Dus niet voor degenen die dus verplicht zijn bij de nieuwbouwwoning. En dan moet je eens gaan kijken. Dus bijvoorbeeld gemeentes die aangesloten zijn bij Fluvius voor hun riolering, die krijgen bijvoorbeeld €250 premie. En andere gemeentes, dat is echt individueel. Ik heb gezien dat er zijn die
500 euro geven voor de regenwaterton. En die dan bijvoorbeeld nog eens 500 euro bijkomend geven voor het infiltratiesysteem. Die dan ook nog extra geld geven per aftappuntje en dergelijke. Dus je kan toch wel in sommige gemeentes goed wat bij elkaar beginnen sparen aan premies, inderdaad. Nu, stel dat je niet voor die regenwaterput kan gaan en voor het vatje wil gaan. Er zijn ook heel veel gemeentes die regelmatig wel eens meedoen met in afvalintercommunale aan groepsaankopen. En daar kan je ook eigenlijk voor een mooie prijs een regenwaterton aankopen. Ah, dat is een mooie tip. Oké. All right, Els, dank je wel om ons daar een beetje meer over te komen vertellen. Ja. En waarschijnlijk tot binnenkort. Ja, dank je wel. Merci. Graag. Ja, dan zijn we ondertussen al. En ik ga nog eens kort herhalen wat we allemaal hebben gezegd. Die nieuwe wet op de class actions. Hè. Hoe verloopt zo'n class action tegen Apple? Daar hebben we het over gehad met Laura. Er loopt momenteel eentje over de iPhone 6. En de nieuwe wet zou moeten beperken in tijd hoe lang dat mag duren, die procedure. De beste bookingsites en hotels, Booking.com en Hilton, komen daar bovenaan. Een beetje usual suspects wel. Maar toch interessant om daar ook eens een kijkje te gaan nemen naar de beoordeling van die sites en hotels. Welke mozzarella is de beste? Ik weet terug wat ik wilde vragen, namelijk de houdbaarheidsdatum. En eigenlijk was daar een interessante opmerking nog, dat je zeker bij mozzarella ook moet proeven en ruiken, want je moet dat best zo vers mogelijk eten. Dus ook daar hebben ze dat op getest. En tenslotte, met regenwater kunnen we natuurlijk veel besparen. We wonen in België, dus ik zou zeggen, allemaal naar de website van Testaankoop en ga eens ontdekken wat de opties zijn voor jou. En je kan dus een simulatie aanvragen via de site, dus dat is allemaal mogelijk. Dan denk ik dat we er zijn. Ik moedig jullie aan om jullie topics waarover jullie het misschien een van de weken willen graag over hebben, met ons te delen, want zo willen we dichter bij jullie komen, bij onze community. Volg ons zeker ook op Facebook en Instagram en TikTok. Is heel leuke content ook op LinkedIn en op Instagram. Dus geen excuus, ga erheen en ik zie u heel graag volgende keer terug. Dankjewel.